In een rijk land als Nederland moet iedere jongere een thuis hebben. Een plek waar hij of zij zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Ja, en helaas is dat nu niet het geval. In ons land zijn bijna 10.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- of thuisloos. Dat is een enorm aantal. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren een eigen woonplek krijgen, ben ik in 2019 gestart met het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Om daar een succes van te maken is hulp van lokale organisaties ontzettend hard nodig. En de nieuwe opvanglocatie van Stichting 488 in Den Haag, waar jonge meiden een kans krijgen hun leven op orde te brengen en te werken aan een toekomst, past heel goed binnen het actieprogramma en dat ondersteun ik dan ook van harte. Ik wens jullie veel succes en hopelijk nemen anderen dit mooie initiatief over.